Goedenavond hier met DR. We hebben vanavond gekeken en geluisterd naar Loy Vior uit Duitsland. En ik ga enige vraagjes stellen omtrent het hoe en het waarom. Dat is hier zijn. Welkom. You have played here in the studio by DR. How was your experience about the gig? It was a really nice experience. So it was a completely different feeling than we ever had. So the room was another one, the sound, no audience or no big audience, and so it was really close, all the people were close to us, and so it was a different feeling than we ever had. So it was a really nice experience for us to grow with this feeling. Okay, yes. And to play in a so small room is completely different, like a gig in a venue. What is the difference? What is the main difference of this? So you, it's not so clear, like on a stage. Or and you're so close to the other band members, so you can we have a good look to another, and so you can hear it. And then it's the difference that you, if you have the audience, then you get pushed. In you, so you got the feeling that you get pushed, and so here you have, because it's you don't have the audience or the big audience, it's you have to push yourself, so you have to give everything for this gig. So this is our intention, to give everything for the gig, and so and then you have to push yourself very hard, because then to have the energy and to have a good gig. Okay. Tomorrow you play in Utrecht. Yes. Live, of course. What you were expecting from that gig? We hope that it will be a good gig, and so we never had a concert outside of Germany. So we always were in Germany and were at the north, because we are from the north of Germany. And so I think we all want to look how our lyrics come to these people from another country who do not understand our language. And so we want to look how they feel, or how, if we can touch them or take them with us to our give them during our feelings, yes. And to feel the music and to feel the meaning of the song. So yeah. Okay. Our goal is power and love. Yeah. Power and love. Okay. The kick was very very heavy. I found it, especially the last number. Yes. Is that an feeling of the end of a gig, or is this an expression? It's it's the feeling of the last song, and so we like to destroy, like to explode, and it's the newest feeling. It's the one of the newest song, and so the feeling in us is very clear and strong at the moment. And so we are, it's another feeling than to play an old song. It's not so clear. So okay, when you play live, it's the best of all, or not? Yes. 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 It's power and love. Yes. Power and love. Okay. Last question. Tomorrow Utrecht, and then you're going back. Are there plans for the future for a new CD, new songs, or is this difficult, or are you planning to make new songs? Yeah. So in the last 2 months we wrote new songs. So like Machine, we heard at the last one we played to this evening, and so we had 5 new songs in our set. And so in May 2012 we will start a tour through Germany, and then we will play some festivals too in the summer. And so it's another experience for us that we see in the future. So we are, yes. Come back to Holland for the bigger gigs. Yes. Properly. Yes, okay. Hey guys, thank you very much, and I hope you have success in the future. Thank you.
Thank you very much. Jungs, das war ein großer Auftritt. Ich habe noch eine Frage. Was bedeutet Loifio eigentlich? Ja, Loifio, also es ist ein vollkommen neues Kunstwort. Also es gibt es in der deutschen Sprache so nicht. Und ja, also Raphael und ich waren zusammen auf einer, also wir haben halt diesen Namen gesucht, weil wir wollten was komplett Neues haben. Also wenn du das bei Google eingibst, das gibt es nirgendwo. Und wir haben halt diesen Namen gesucht und waren zusammen auf einer Party. Und die war ganz schön verboten. Also wir waren sehr betrunken und sind am Morgen irgendwie nebeneinander auf einem Sofa da aufgewacht. Und irgendwie, Raphael guckt mich an und ich habe Loi Fior, also ich habe Loi auf der Stirn stehen und an Raphael Fior. Wir wussten beide nicht mehr, wo das irgendwo herkam. Also und ich bin als Erster aufgewacht und habe ihn gesehen und habe ihn ausgelacht dafür und habe gesagt, ey, du hast da oben Loi stehen. Und dann sagte er zu mir, ich Fior. Und wir waren eben gerade in der Namenssuche und als wir das gesagt haben, hat das irgendwie, es war so, es hatte das gewisse Etwas. Und dann haben wir das mit den Jungs, die eben an dem Abend auch dabei waren, aber eben leider nicht mit uns zusammen wach geworden sind, haben wir es denen erzählt und die fanden es eben auch sehr, sehr gut. Ja. Okay, das ist aber eigentlich ein schon komischer Zufall, dass sie auf den Namen gestoßen sind. Ja, genau. Also es ist nicht ganz klar, wer das jetzt eigentlich erfunden hat und wo das her ist. Also entweder waren wir das oder irgendwelche Fritzen, die da auch auf der Party waren. Aber ja. Okay, vielen Dank und gute Reise weiter. Gerne schön, danke schön. In 12 woonkernen van de toekomstige gemeente Molenwaard hebben tegelijkertijd bijeenkomsten plaatsgevonden waarop de inwoners met elkaar konden spreken over hun ideeën en wensen hoe deze gemeente eruit zou moeten zien. Onder het motto Geef Molenwaard kleur kwamen verschillende vragen aan de orde, zoals hoe en waar kunnen we de gemeente bereiken, hoe zorgen we verantwoord voor het landschap, hoe pakken we het probleem van jongerenhuisvesting aan en wat zouden we willen verbeteren of anders willen zien. Merwe TV ging op bezoek in Brandwijk en sprak met Corné Egas, raadslid van de gemeente Graafstroom en voorzitter van de raadswerkgroep Strategische Visie. Nou, er zou natuurlijk het risico kunnen bestaan dat een nieuwe gemeente met zoveel kernen een soort kleurloze massa zou worden. He, dat je zegt, nou, het wordt één gemeente Molenwaard, het moet overal maar hetzelfde zijn. Wij hebben ervoor gekozen omdat iedere dorp, iedere kern, ieder stadje, we hebben ook een stadje, en dat zijn eigen kleur in de nieuwe gemeente zal gaan geven. Om samen met elkaar de nieuwe gemeente vorm te gaan geven. En ieder dorp heeft zijn eigen karakteristiek, hè, zijn eigen historie, ook zijn eigen bevolking. Mensen die daar al heel lang wonen, die daar historische wortels hebben, maar ook mensen die daar nieuw zijn komen wonen en daar met plezier wonen. En bepaalde waarden zeg maar, in stand willen houden. Ook naar de toekomst toe nieuwe plannen hebben voor hun dorp. En omdat het de angst wel zou kunnen bestaan dat die gemeente zeg maar, vanuit een centraal punt geregeerd wordt en dat het overal maar hetzelfde moet zijn. Die angst willen we juist weg te nemen door te zeggen van laat ieder dorp nu zijn eigen stempel zetten op die nieuwe gemeente. En vandaar dat we gezegd hebben geef Molenwaard kleur zodat het meer gezicht krijgt en ieder dorp zijn eigen waarde en inbreng mag hebben. Maar maakt het dat juist niet wat moeilijker om tot gemeenschappelijke dingen te komen als er zoveel onderlinge verschillen wellicht zijn? Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Er zijn natuurlijk tussen dorpen verschillen. Er is één gemeentebestuur straks, maar het is juist voor ons van belang, ook als politici, om ervoor te zorgen dat het leven juist in de dorpen zelf plaatsvindt. En we kunnen wel een soort imaginair idee hebben van dat het straks één gemeente is. Mensen wonen toch in een dorp. En zullen daar de maatregelen van een gemeente zullen of ten positieve of ten negatieve gevoeld worden. Daarom zeggen we, laten we juist ervoor zorgen dat we de gemeente in de dorpen presenteren. Daar zeg maar beleid voor maken. Natuurlijk is er beleid dat geldt voor alle dorpen. We kunnen niet per dorp een belastingstelsel invoeren. Dat zal duidelijk zijn. Maar het ene dorp heeft soms meer behoefte aan oudere voorzieningen. Het andere dorp heeft juist veel jeugd. Er zijn soms ook mix in te vinden. Het is namelijk zo dat je kijkt naar wat heeft ieder dorp nodig. En ik denk dat het gemeentebestuur daarin volgend moet zijn. Om te kijken wat er onder de burgers leeft. Wat de wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn. We kunnen natuurlijk niet alles realiseren. Maar het is wel de bedoeling dat de gemeente er voor de dorpen is. En niet andersom, de dorpen niet voor de gemeente.
Nu bent u vanavond op een aantal locaties geweest. En wat is uw indruk die u tot nog toe hebt opgedaan op die verschillende bijeenkomsten? Nou, dat er een levendige discussie plaatsvindt. De opkomst is niet heel erg groot. Het grote voordeel van wel is dat er mensen zijn die betrokken zijn. En die met een duidelijke visie en mening naar zo'n avond toegekomen zijn. En hun punt willen maken. Dat maakt dat er een goede discussie ontstaat. En dat we ook er alle vertrouwen in hebben dat we best wel veel op kunnen halen uit de kern vanavond. 29.000 inwoners, 12 dorpen en een stad. Verspreid over circa 130 vierkante kilometer. Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland worden per 1 januari 2013 één gemeente. De gemeente Molenwaard. Een gemeente met een rijke historie. Met een veelbelovende toekomst. Een gemeente met belangrijke uitdagingen. Eén gemeente om samen te leven. Leefbaarheid in de kernen is vooral afhankelijk van hoe we samenleven. Voorzieningen zijn daarbij van ondersteunende waarde. Wat gaat er trouwens gebeuren met de uitkomsten van de discussies die deze avond gevoerd zijn? Nou, vanavond worden inderdaad een aantal punten op papier gezet. Morgenavond hebben we al onze eerste vergadering weer als werkgroep. We gaan dat inventariseren. We gaan kijken wat zijn de gemeenschappelijke punten die eruit voortgekomen zijn. Wat is er per dorp als prominent punt aan de orde geweest? Ieder dorp heeft zijn eigen motto geformuleerd. Nou, die motto's die gaan we ook op een rijtje zetten. En we gaan daarna al die ingebrachte elementen plus de themaavond van 2 weken geleden, daar gaan we per onderwerp een stuk over schrijven. En op 24 april gaat de Raad daarover discussiëren en proberen we tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. En wat gaat er daarna gebeuren? Ja, als eenmaal de strategische visie klaar is, dan wordt die gepresenteerd. En dan zal die als onderlegger gebruikt worden door partijen voor de verkiezingen. He, want we zoeken in de strategische visie wat ons bindt. Maar iedere partij zal daar zijn eigen kleur en invulling aan geven. Dus die worden meegenomen straks aan de verkiezingen in november. En na november zal er een nieuw college gevormd worden na de verkiezingen. En die zal het beleid ook daadwerkelijk handen en voeten gaan geven. Ja. Ik ga er dus vanuit dat de bijdrage van de inwoners wel degelijk zullen meetellen in de uiteindelijke beslissingen. Ja, we hebben een enorme inspanning verricht, vinden we zelf, om toch te proberen zoveel mogelijk de inwoners erbij te betrekken. En dan zou het natuurlijk zonde van al die tijd en energie geweest zijn om te zeggen, nou, we hebben naar u geluisterd en vervolgens doen we daar niks mee. We zijn juist heel erg geïnteresseerd geweest en zijn we nog, en dat blijven we geïnteresseerd in wat leeft er nu onder de mensen. En hoe kunnen wij als gemeentebestuur ervoor zorgen dat wat er bij u leeft, dat we daar ook wat daadwerkelijk tot beleid kunnen maken en uit kunnen voeren. U keek weer naar een nieuwe aflevering van Actueel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.